Ja, Niels Geuzeler, de reactie van het publiek, dat moet niet leuk zijn. Nee, is niet leuk. Maar ja, ik begrijp ze wel. Het is niet, hoe we spelen op dit moment is ook niet leuk. De resultaten zijn niet leuk en ja, daarom kan ik de frustratie bij de supporters zeker begrijpen. De frustratie zit zeker ook in de kleedkamer. Kun je de vinger ergens op leggen? Waar ging het fout vandaag? Ik denk dat we te makkelijk de tegendommen te krijgen. Te veel fouten maken daarin. Vandaag geven we dan wel vrij makkelijk een penalty weg. De situatie daarvoor zijn we al niet goed in de duels. En dan moet je in duel komen in de 16, dat is altijd gevaarlijk. Dan gaat het dan mis. Dan ga je vrij vroeg weer op achterstand. En dan loop je eigenlijk weer achteraan. Het achter de feiten aanlopen, dat is gewoon heel lastig natuurlijk. Ja, op dit moment zeker. Ik denk dat je niet in een goede fase zit. Je hebt twee keer op rij daarvoor al verloren. Dan komt deze wedstrijd. Dan kom je vrij vroeg weer op achterstand. En dan is het gewoon echt achteraan lopen, terugvechten. En dat lukte vandaag niet goed genoeg. Ja, maar ik kan me voorstellen dat jullie wel erop gebrand waren om vandaag een goed resultaat neer te zetten na die twee uitnederlagen. Ja, zeker weten. Zeker weten. We weten toch dat we thuis op zich goed bezig waren, sterker zijn. En dan is eigenlijk alles wat je vol hebt genomen, dat gaat dan mis, vrij vroeg al mis. En dat is dan geen fijn gevoel. Na die penalty bedoel je? Hè? Ja, precies. Na de penalty situatie. Dan moet je je toch op zich kunnen herpakken? Daar waren we wel mee bezig. We probeerden het. Ik denk dat we daarna iets beter in de wedstrijd kwamen. Maar niet zuinig genoeg waren in balbezit. Leidden niet echt tot kansen. En dan liepen we te vaak in omschakelsituaties waar ze heel veel ruimte hadden. Wat heel goed in hun spel paste. Daar hadden wij het lastig mee. Dan herpak je eigenlijk in de kleedkamer. Denk je dat je de tweede helft gewoon alles eruit moet halen om nog resultaat te boeken. Om je terug te vechten in de wedstrijd. En dan gaat het denk ik, wat was het, 3, 4, 5 minuten na rust gaat het al mis. Met de 2-0, te makkelijk balverlies. Dan krijg je 2-0 uit de count om de oren. En dat is dan heel zuur en toen had je een heel slecht gevoel. Ja, toen jullie de kleedkamer uitkwamen, toen hadden jullie nog wel het gevoel, dit kan nog onze kant op rollen. Ja, zeker weten. Je staat 1-0 achter. Ik bedoel, bij de laatste thuiswedstrijd was het ook 0-1 met rust tegen MVV. Hebben we ons gewoon ook heel goed herpakt. Dus je weet eigenlijk dat de selectie het kan. Het team kan het gewoon. Vandaag is het niet gelukt. En omdat het hele spel gewoon niet goed genoeg was, moeten we ook gewoon heel duidelijk naar elkaar toe zijn. Want de trainer heeft van tevoren gezegd, de lat moet hoger. Ik verwacht iets vandaag. En zo niet, heeft dat consequenties? Verwacht je dan ook dat gaat gebeuren? Ja, het moet dan wel gebeuren. Als hij het zo zegt, dan moet het zeker gebeuren. Ik denk dat de lat zeker hoger moet. Dat hij helemaal gelijk heeft in zijn uitspraken. Dat dit niet dat niveau is wat wij willen. Wat bij Roda hoort. Dat wij gewoon veel te laag staan in de ranglijst. En dat we hoger willen, beter willen, dat is ook heel duidelijk. Ja, een 12e zijn jullie nu. Dat is natuurlijk lastig als je play-offs wil spelen. Ja, zeker. We moeten gewoon hoger eindigen. We moeten gewoon zo snel mogelijk ons herpakken. Terugvechten, met elkaar doen. Dat is de enige manier waarop. Hard werken en dan gewoon weer terugkeren als een sterk elftal. Dat is de enige manier om de play-offs nog te halen. Maar betekent dat dan ook dat je elkaar ergens op kunt of moet aanspreken? Jij bent captain, dus misschien is er ook wel een rol voor jou weggelegd. Dat je zegt van ja, je moet misschien mensen nadrukkelijk gewoon op feiten drukken. Ja, daar zijn we zeker al mee bezig. Dat het niet de eerste wat mindere fase in dit seizoen is. Maar het is sowieso zo dat we gewoon elke week de wedstrijd analyseren. Maar ik geef helemaal gelijk, misschien moet het deze week wel wat harder.